We staan hier met Sherlik Lilienthal, woordvoerder van de president. Meneer Lilienthal, er is net weer een reguliere regeringsvergadering geweest. Welke zijn de belangrijke besluiten hierin genomen? Er zijn belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het landelijk woningbouwprogramma fase 1. Dit programma heeft als doel om mensen die eigenaar zijn van een stuk grond tegemoet te komen door de benodigde infrastructuur, nutsvoorzieningen en bouwrepenkavels te realiseren. Dit bereidt alles voor zodat eigenaren toegang hebben tot een bouwkavel. Het startzijn van dit programma zal plaatsvinden op vrijdag 25 augustus te Rieberg. Alle personen die in aanmerking zijn gekomen voor een grondbeschikking te Rieberg worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op 25 augustus aan de Zwartbondstraat om 9 uur. De kookgasprijzen zijn al 12 jaar ongewijzigd gebleven. Kookgas wordt gesubsidieerd door EBS. Momenteel kost een standaard gasfles van 28 lips 48,50 SRD, terwijl de werkelijke kosten rond de 510 SRD liggen. Dit betekent dat de overheid ongeveer 450 SRD subsidie betaalt bij elke aankoop van een gasfles voor 48,50 SRD. Hoewel dit geen duurzame situatie is, heeft de regering ervoor gekozen om de samenleving niet plotseling met aanzienlijke prijsstijgingen te confronteren, maar na overleg met deskundige vertegenwoordigers van de vakbonden en het bedrijfsleven en het bestuderen van de kostprijsberekeningen is besloten dat er vanaf 1 september een gefaseerde prijsaanpassing zal plaatsvinden. De minister van NH zal nader uitleg geven hoe het faseringstraject eruit zal zien. Met deze beslissing hoopt de regering binnen afzienbare tijd een balans te vinden voor organengas. Daarnaast is er gesproken over het verruimen van het sociaal programma. Minister Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft aangegeven dat de koopkrachtversterking van 1800 SRD zal worden voorgezet. Individuen die in aanmerking willen komen, kunnen nog steeds een aanvraag indienen. Naast de 4 bestaande sociale maatregelen zoals AKB, AOV, ondersteuning voor zwakke huishouden en mensen met een beperking wordt er nu ook verder gekeken naar manieren om verlichting te bieden aan de samenleving door de koopkrachtversterking van 1800 SRD uit te breiden. Dank u wel, meneer Lilienthal.